Bloed boven het rechteroog van Francisco Cerezo. En dat is het gevolg van een opstootje met de licht ontvlambare Italiaan Cipollini. Cerezo noemde Cipollini een hoerenzoon in een discussie over de spurt van gisteren. Cipollini vond dat de Spanjaard te gevaarlijk sprintte. De renner van Vitalicio antwoordde met een belediging, excuseerde zich dan, maar te laat. Cipollini antwoordde met een welgemikte vuistslag. Cerezo kreeg 3 hechtingen om de gezichtswonden dicht te naaien. Hij kon starten in de 5e rit vandaag. Cipollini niet. Hij werd door de Vuelta-directie onmiddellijk uitgesloten. De Italiaanse spurter kent een ongelukkig jaar. Hij miste de Tour door een blessure. In de Vuelta moest hij zijn seizoen redden. Cipollini's ploeg, Saico, overweegt zijn ontslag, want het is niet de eerste keer dat Cipollini betrokken is in een vechtpartij.